Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe carrièreaflevering hier op mijn YouTube kanaal. En we zijn aangekomen in Hockenheim voor de Duitse Grand Prix en je ziet dat we niet meer het vijfde team zijn. We zijn nu het zevende team in deze carrière. En dat heeft ermee te maken dat andere teams gewoon upgrades hebben meegebracht. Dus zo zie je maar weer hoe snel het kan gaan. Jij upgrade één race niet, of tenminste we hadden wel een upgrade meegebracht. Hier zie je trouwens dat Haas en McLaren mij dus voorbij zijn gegaan. Force India gaat Racing Point gaat nog steeds de lucht in. Toro Rosso begint ook weer wat in te lopen op ons. Ja, we hadden dus wel een upgrade voor Hockenheim, alleen die is gefaald. Dat was een grote motor upgrade, dus die zal de volgende race gaan komen. Hier de uitslag van vrije training 1, 9e tijd voor Kimi, 14e tijd voor mij. Er zat gewoon meer dan, ja, zat 14e tussen. Dat is een best gat, dus het gaat nog niet echt lekker op Hockenheim. En dan wil ik in vrije training 2 wil ik beginnen met het kwalificatieprogramma. Begint het te druppelen en is ook mijn DRS nog eens kapot. Ja, dan haal je het oefenprogramma sowieso niet. Dus ja, dit is de eerste keer in deze career dat mijn DRS gewoon stuk is. Dus ik kom gelijk naar binnen, ja, en regen en geen DRS. Dan kan je die tijd gewoon niet rijden. Dan probeer het in vrije training 3 ook nog een keer. En dan komen we hier iets te wijd, uitkomen laatste bocht, hoppatee, band eraf. We zijn aan het worstelen hier in Hockenheim. Ik had de setup niet gelijk helemaal goed. Een setup die ik uiteindelijk reed was ook nog niet helemaal goed. Ik had niet genoeg tijd om echt een goede setup te maken hiervoor. Daarom laat ik hem deze race niet zien. Ja, het was een beste klapper. En je ziet ook dat we in de rivalenstrijd achterstaan op Kimi Räikkönen en op Lance Stroll. Dus we moeten hier wel wat gaan presteren. Want we willen natuurlijk niet die rivalenstrijd van beide coureurs gaan verliezen. Kijk, als we de eentje verliezen, eentje winnen is nog niet zo erg. Maar we gaan eerst naar de kwalificatie. The pit lane lights will turn green in the next minute or two to signify the start of qualifying. Ja, dan gaan we in Q1 naar buiten. We zijn de tweede op de baan, daar lijkt het op, want er is al een McLaren buiten. En wij gaan hier als tweede de baan op. We gaan dus vroeg een tijd zetten, want die vrije trainingen gingen dus niet zo lekker. Toch echt alle tijd nodig die ik kan krijgen in deze kwalificatie om misschien door te gaan naar Q2. Het is gewoon een heel lastig weekend. De AI staat op 108 deze race. Eentje teruggezet omdat ik Hockenheim niet heel erg heb geoefend. We zijn in ieder geval begonnen met onze eerste vliegende ronde in Q1. Gaan we wel paars. Komen we hier verderop in het rondje. Zit er een Ferrari voor me? Ga ik daar last van hebben? Ja, dat zal dus de vraag zijn. Het is Charles Leclerc. Het is een redelijk rondje, lijkt het. Maar hier gaan we gewoon last krijgen. Let op, we gaan hier toch iets wijd, omdat die auto van Leclerc vlak voor ons rijdt. Die verstoort de lucht een beetje. En zo zaten we eerst nog onder Magnussen's tijd en nu zitten we er gewoon iets boven, omdat die derde sector niet goed was. Dus moeten we aan het einde van Q1 een tweede softbandje eronder doen, om hopelijk door te gaan naar Q2. We staan op dit moment 17e, dus dit is gaat een belangrijk rondje worden. Als we in Q1 al uit liggen, is het een drama natuurlijk. We gaan hier in ieder geval mooi vloeiend doorheen, nemen aardig wat snelheid mee. Dus we gaan langzaam richting 2/10 klimmen hier, wat betreft de delta. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar dan is het ook belangrijk dat deze hairpin bijvoorbeeld vloeiend gaat. Nou ja, die nemen we best redelijk. Laten we de auto mooi rollen. Een van die helikopters is weer gek aan het doen, jongens. Ik ga het niet blijven benoemen, anders ziet iedereen alleen nog mijn helikopters. Maar daar had je hem. In ieder geval aan het einde van het rondje zitten we een dikke 3/10 onder onze tijd. En klimmen we naar P13 en daarmee zijn we in ieder geval door naar Q2. En dat is wel het minimale wat we hier moeten doen. Want ondanks dat we nu het zevende team op de grid zijn, staat Räikkönen gewoon 16 in Q1 en die is echt heel erg snel hier. Dit zou ook een goed circuit voor ons moeten zijn, want we hebben een sterke motor, ondanks dat die upgrade gefaald heeft. Dit is wel een circuit dat onze auto moet liggen. Kennelijk geldt dat niet voor mij. En dat is toch spijtig, want dat zal betekenen dat we in de race echt aan de bak zullen moeten. Nou, dan gaan we in Q2, vlak voordat de tijd is over de lijn, gaan we onze enige rondje zetten. We hadden natuurlijk al twee softbanden setjes gebruikt in de eerste kwalificatie om überhaupt door te komen naar Q2. Dus we zullen het hier met één run moeten gaan doen en met één rondje. En dan zie je dat we hier aan het worstelen zijn.
Zit ik 2,5 tiende boven de tijd van Hamilton in sector 1. Nou, dat is nog niet heel erg spannend. Het is vooral sector 2 en 3 die dus echt goed moeten gaan. En sector 2 is hier dus zojuist ingegaan. En het begint dus met deze hairpin eigenlijk. Nou ja, laten we hem hier goed doorheen rollen. Nou, het ziet er eigenlijk wel redelijk uit. Niet super snel, maar in ieder geval geen wielspin en dergelijke. Hier gaan we het stadiongedeelte wel wat wijd. Zitten we echt te pushen, want we weten dat het allemaal kritiek gaat worden of we doorgaan of niet. Komen we hier over de lijn. Lijkt er redelijk uit te zien. Maar dan is het toch helaas een 12-1. En dat is niet eens P14 of zo. We staan gewoon één pagina verder. We zijn gewoon 15e geworden in deze kwalificatie. En ik had net zo goed die run niet kunnen maken. Dan besluit ik wel wat upgrades te gaan uitvoeren voor de volgende race. Die grote motor upgrade komt sowieso. Maar ook aerodynamisch en chassis technisch gaan we wat doen. We zullen toch echt weer wat moeten gaan verbeteren ook. Ondanks dat Raikkonen zo goed doet. En omdat we 15e starten, denk ik, ja, wat kan mij het ook schelen? Ik ga gewoon een nieuwe versnellingsbak steken. Ik ga gewoon nieuwe motoronderdelen steken. We kunnen beter hier 5 plaatsen straf pakken. In Hockenheim kun je redelijk makkelijk inhalen. En dan kunnen we dus beter gewoon als 20e hier starten in plaats van 15e en die straf inlossen. There's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. It's 2.8 miles around the Hockenheim ring then, with an average lap speed in excess of 130 miles per hour. The long curved back straight leads into a tight hairpin for the best overtaking opportunity on the circuit. But there are plenty of other options available around the 17 corners here today. Also here, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Lewis Hamilton. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Leclerc, Pierre Gasly, and Raikkonen, Butler, Sainz, Perez, and Lando Norris, Verstappen, Stroll, Kevin Magnussen, and Albon, Jensen, Hülkenberg, Lucas Faber, and Roman Grosjean. Ricardo and George Russell ends our grid lineup, and with lights out just moments away, it's time to go down to the track. See if you can make it a points finish today. Ja, mijn team wil dus dat we gaan proberen om in ieder geval punten te halen. Je zag het in de startopstelling trouwens al. Verstappen heeft grid penalties. Die start 11e volgens mij. En wij staan nog steeds gewoon 15e. Er is dus een bepaalde bug dat als jij nieuwe versnellingsonderdelen en motoronderdelen na de kwalificatie aanvraagt, in plaats van daarvoor, dat je wel penalties krijgt, maar dat je wel op je positie blijft staan waarop je hebt gekwalificeerd. Wist ik niet eens, anders had ik het niet gedaan. Het is een beetje natuurlijk onrealistisch en nep. Dus eigenlijk hadden we positie 20 moeten staan. Nou ja, we staan 15e, kan een keer gebeuren. Hopelijk wordt die bug wel gefixt. In ieder geval formatieronde natuurlijk. Het is zondag in Hockenheim in Duitsland. Zondag natuurlijk de echte Grand Prix. Heel benieuwd wat dat gaat worden. Maar goed, we komen hier de startopstelling op. We zullen deze race als 15e gaan beginnen. En dat is natuurlijk belangrijk dat we een goede start hebben. Dat we gelijk wat posities kunnen pakken. Verstappen dus op die 11e plek. En dan is het wachten op de 5 rode lampen. Daar gaan ze aan. 4, 5 rode lampen staan aan. En ze blijven redelijk lang aan. En zelfs hier staan ze nog een tijdje aan. En dan zijn we onderweg. Hebben we een beetje wielspin. Nou, een beetje erge wielspin zelfs bij de start. Lijkt het erop dat we geen plekken verliezen voor de verandering. Wordt hier wijd geduwd door Albon. En moeten we hier dus kijken of we wat binnendoor kunnen doen. En dan komt daar Hülkenberg aan de binnenkant. Moet ik ruimte laten. Raak Albon bijna. Probeer hier vroeg op het gas te gaan. En Hülkenberg te volgen. We zitten in ieder geval voor Albon. Hebben dus onze eigen positie gehouden. En nu gaan we kijken of we wat kunnen gaan doen bij Hülkenberg. We hebben hier slipstream. Hij kijkt aan de binnenkant. Ik rem hem gigantisch laat in.
Maar het is een hele clean, want we raken ook Magnussen hier niet. En zo pakken we twee posities door ontzettend laat en diep in te remmen. Prima beginnen achteraf. We zijn halverwege het eerste rondje en we zijn twee posities opgeschoven. En dan zie ik Stroll en Norris hier met elkaar vechten. Kunnen we dan gelijk de aansluiting vinden? Dat kunnen we. Ze zitten hier namelijk zij aan zij het stadiongedeelte in. En het lijkt Norris te zijn die daar de winnaar is. Die ligt nu voor Lance Stroll. En Stroll is natuurlijk mijn rivaal. Daar moeten we sowieso voor zien te finishen. Benieuwd of mijn gevechten met hem hard zullen zijn. En of hij nog verder naar voren komt. Komen hier iets tegen die grindrand aan. Maar weten hier voor onze weg te vervolgen. En weten hier zelfs helemaal aan te sluiten. We gaan hard op bocht 1. Kunnen we hier dan al wellicht wat gaan doen? Nou, het lijkt er nog niet op. We wachten ons moment een beetje af. Kiezen hier misschien een iets andere lijn door iets sneller op het gas te kunnen gaan. Valt er ook wel mee. Ik heb die lijn wel vaak gereden hier. In ieder geval, Lance Stroll zit vol in de slipstream bij de McLaren voor hem van Norris. En wij proberen hier te volgen. En ze zitten daar aan de binnenkant. Kies ik dan heel slim de buitenkant met laat aanremmen. Probeer ik hem buiten om te houden. Stroll en Norris hebben de binnenkant. En uiteindelijk krijg ik het niet voor elkaar om hem daar voorbij te gaan. Ook maar één van de twee te pakken via de buitenkant. Dus zitten we rondje 2 nog vast achter Lando Norris. Die nu op zijn beurt weer gaat kijken bij Stroll natuurlijk. Hij laat hier iets een opening aan de binnenkant. Daardoor zal hij de volgende bocht wat minder goed aansnijden. Je ziet het al, ik neem die bocht iets anders. Ik kan vroeger op het gas. En zit nu al bijna naast Lando Norris, terwijl hij ook DRS op Stroll heeft. Dan pakken we hier ook weer slipstream op Stroll. En zo zijn we Lando Norris heel simpel voorbij. En dan kunnen we hier bij het aanremmen aansluiten achter Lance Stroll. Het gaat tot nu toe vlekkeloos. We zijn drie posities geklommen in 2 tot 3 rondjes tijd. En Lance Stroll is de volgende. Zo simpel is het. We hebben de DRS. We hebben iets overstuur daar op de exit. En ondertussen hoor je ook dat Norris wat aan het wegvallen is. We gaan niet kijken bij Lance Stroll. Hij gaat iets verdedigen in het midden van de baan. Hij zorgt er echt voor dat ik niks kan doen. Nou, dan proberen we hier weer die andere lijn te rijden. We kunnen iets eerder op het gas terugkruisen. Gas erop houden. We hebben allebei DRS, denk ik. Want Butler zit niet heel veel hiervoor. En we lopen gigantisch in hier op het groepje Perez, Verstappen en Butler. En Verstappen ook nog niet echt ver naar voren gereden. Ja, ook 3 posities of iets dergelijks. Maar die is hier nu pas doorheen. Wij proberen hier een soort switchback te maken op Sergio Perez. Kijken hier dan wel een beetje, maar ja, hier kun je hem niet inhalen. En zullen dus moeten afwachten tot wij Sergio Perez kunnen inhalen. Dan komen we aan het einde van dat rondje. Zit Sergio Perez ontzettend dicht achter Devin Butler. Zitten wij ontzettend dicht achter Sergio Perez. We hebben natuurlijk allebei DRS. Ga ik hem hier dan weer buitenom proberen te zetten in bocht 2. Nee, dat lukt niet, want Butler die zit daar opeens op de apex. Raak ik ook een beetje. Volgens mij loop ik hier mini vleugelschade op, waar ik bijna geen last van heb. In ieder geval, wij zetten hem hier nu gewoon aan de binnenkant bij Butler. Perez probeert mij hier vervolgens nog een divebomb te geven, maar ik hou hem hier buitenom. Kan de tractie houden. En zo ben ik die twee coureurs ook voorbij. Liggen volgens mij zelfs 10e. We gaan goed in deze race. We zijn natuurlijk gestart op de mediumband, omdat we buiten de top 10 lagen. Dus wij kunnen ook langer doorrijden op deze banden. En onze banden zijn, hoe verder we komen in de race, beter dan de softband, die natuurlijk veel sneller slijt. Dat is een goed teken op dit moment. Al hebben we Lance Stroll achter ons ook op de mediumband. Ja, je ziet het al, mijn teamgenoot Räikkönen in de top 10 gestart op de softband. En die moet nu al naar binnen omdat ze banden aan het slijten zijn. En die valt dus volgens mij gewoon terug naar de laatste plek of de twee na laatste plek of iets dergelijks. Maar die zal heel wat mensen moeten gaan inhalen. En wij kunnen gewoon nog een rondje of 8-9 doorrijden. Zitten we hier in rondje nummer 7. Perez volgt ons nog steeds. Zit ook wel nog in de buurt, dus dan moeten we voor oppassen, moeten wel doorrijden. Dan is een van de Red Bulls binnen, dat was Verstappen volgens mij, die voor mij de pit in ging. En liggen we momenteel gewoon 5e, omdat de jongens uit de top 10 op die softband allemaal een pitstop aan het maken zijn. Zij staan dus op een 2-stopper, wij staan op een 1-stopper, medium naar hard. Dat kun je makkelijk doen met een 1-stopper. En dan liggen we 7 seconden achter Sebastian Vettel ongeveer. Ben ik hier een beetje met de radio bezig, heb ik niet eens in de gaten dat Sergio Perez hier er langs komt.
Dus hier op het laatste moment heb ik dat door en weet ik hem toch hier met vroeg op het gas gaan te verdedigen. Maar Perez rijdt verrassend genoeg nog op die softband. Dus ja, die is nog steeds erg lekker bezig. Die kan lang rekken dus met die softband. Die rijdt best wel lang door. Maar ja, ook hij zal een keer naar binnen moeten. Als mijn teamgenoot al in rondje 5 gaat en Verstappen de vorige ronde, die ook trouwens op soft stond, ondanks dat hij buiten de top 10 stond. Ja, als zij al moeten stoppen, dan zal Sergio Perez toch ook zeker moeten gaan stoppen. En dat kan echt niet lang duren. Dat kan dit rondje zijn, kan het volgende rondje zijn, maar niet veel langer. En hij gaat hier ontzettend langzaam, kan ik hier net op de rem trappen. Hij gaat inderdaad naar binnen dit rondje. Houdt mij daar lekker op wat dat betreft. Leclerc is ook binnen, vierde positie. Die is net klaar met zijn stop. Daar komen wij dus voor terecht. Hetzelfde geldt voor Lance Stroll, die op 2 seconden van mij rijdt. Dus ja, Stroll weet wel redelijk te volgen. En dan komen we hier in rondje 10. En dan komt de Mercedes van Valtteri Bottas hier de pits uit. En denk ik van ja, ik moet nog 4 of 5 ronden doorrijden. Tijd voor actie. Ik wil het die rijders van Mercedes best lastig maken. En zeker om mijn rijopleidingsteam Ferrari te helpen natuurlijk in deze race. Als ik ze kan helpen, dan doe ik dat gewoon. En zeker door te gaan vechten met de Mercedes. We zitten hier te kijken bij Bottas. We zullen hem snel moeten inhalen. Willen we voor hem komen, want binnenkort rijdt hij gewoon weg. Nou ja, daar gingen we dus veel te diep. Heb ik echt de escape road nodig om weer terug de baan op te komen. En hier blijft Bottas dus voor ons. Maar hij staat op de allerhardste band. Die heeft een hele ronde, A2 rondjes, nodig om echt op temperatuur te zijn. Dus ondanks dat we hem daar niet inhalen, kunnen we wel achter hem blijven. En dit is de volgende ronde met DRS. Ja, je ziet dat we gewoon nog steeds achter hem zitten. We hebben goede grip nog steeds. Bottas' banden komen nu misschien een beetje op temperatuur. Maar ja, ik zit ruim in de DRS-zone. Heb de Ferrari-motor natuurlijk. Ik gooi alles maximaal open, want ik wil gewoon vechten met die jongens. Dan val je natuurlijk ook veel meer op bij de grotere teams als je dit soort dingen doet. In plaats van de achteraan rijden. Ja, wij willen gewoon laten zien dat we daadwerkelijk kunnen racen en willen racen. Dus dat doen we hier dan ook. En vervolgens een paar bochten verder wil Bottas maar terugpakken. Die banden zijn dus eindelijk warm. Die beukt maar hier gewoon in de stadiongedeelte. Uiteindelijk weten we er wel voor te blijven. Maar we gingen daar zij aan zij door een paar bochten in het stadion. Terwijl het daar best wel krap is. Dus best spannend. Hier zie je dat terug. Kijk, ik ga hier het stadion in. En wil dan iets rustiger de volgende bocht in. Niet deze, maar deze die nu komt. Ja, en Bottas op het laatste moment gooit hij hem hier aan de binnenkant. Geeft mij gewoon een kleine beuk. En dan zitten we hier zij aan zij door die paar bochten heen. Maar laat ik hem ook gewoon staan. Ik heb nog een paar rondjes aan grip op deze banden. Dus Bottas moet van goede huizen komen om mij voorbij te komen. Maar ja, hij zit nu wel ontzettend dicht achter. Maar in de achtergrond zie je Hamilton ook al komen. En zag je ook Charles Leclerc. Die zat nog vast achter Lance Stroll, mijn rivaal. En dit is allemaal het voordeel van Sebastian Vettel. Hè. Die rijdt vooraan, die moet nog stoppen. Die maakt 1 stop. Terwijl ik hier moet verdedigen van Bottas. Maar hij schiet hier wel iets diep door. Maar Bottas kan niet terugkruisen. En nu is het zo dat Hamilton en Leclerc ook zijn aangehaakt. En dit is allemaal het voordeel van Vettel. Die moet nog stoppen. Die rijdt per ronde denk ik een seconde van mij weg. Dus die jongens op nieuwe banden, die gaan ontzettend veel tijd missen. Ferrari zal blij zijn met mij wat dat betreft op dit moment. Maar goed, begin rondje 14. Bottas probeert het hier aan de binnenkant in bocht 1. Moeten we ruimte laten hier met z'n tweeën, dat doen we dan ook. Maar het wordt nu echt duwen en trekken. Bottas hier aan de binnenkant, dicht de binnenkant af, heeft mij daar te pakken. Dan zit Hamilton met Leclerc vlak achter me. Ja, en nu krijg ik wel DRS en Bottas niet. En gaan we Bottas natuurlijk gewoon gelijk terugpakken. Maar ook Hamilton en Leclerc zitten niet al te ver weg. Die zitten vlak achter me. Dat ga je ze ook wel zien. Wij remmen hier aan, let op. Hoppa, ik krijg opeens gewoon een beuk. En hier wist ik nog niet gelijk wie het was. Maar dat ga je nu in de herhaling zien. Terwijl Hamilton daar Bottas gewoon aan het inhalen is. Die twee zitten side by side. Hey, wat gebeurt er precies? Bocht 1. Bottas is het zat. Die zet hem aan de binnenkant bij mij. En dan heeft hij ook de binnenkant voor de volgende bocht natuurlijk. Laat hij hem dan ook gewoon staan. Dan moet ik invoegen. Er zitten Hamilton en Leclerc ontzettend dicht achter me. Wij krijgen hier DRS. Hetzelfde geldt voor Hamilton en Leclerc. Nou, dit is gezien van Bottas.
Ja, die kijkt dan een keer naar rechts. Die ziet dat we daar gaan komen. Hamilton en Leclerc in gevecht met elkaar. Ja, en wie raakt mij daar? Let op, Bottas die rijdt opeens een stuk naar voren. Die versnelt opeens weer. Ja, en die raakt daar gewoon mij op de achterkant. Dus die heeft vleugelschade. Ja, die gaat natuurlijk op een gegeven moment wegvallen. En dan gaan de Mercedes hier ook zij aan zij. Die zijn fel in gevecht. Nou, laten we het nog één keer vanaf Leclerc kijken dan. Hamilton snijdt hem goed af. Let op de Mercedes links. Hoppa, die geeft opeens gas daar. En daar vliegt dus een stuk voorvleugel van Valtteri Bottas. En die gooit zijn hele race daar. Ja, die gooit hij helemaal om zeep. In ieder geval, de Mercedes gaan dan een paar bochten in het stadion side by side. En Leclerc moet daar rustig afwachten. Nou ja, uiteindelijk wint Hamilton dat gevecht. Logisch ook, want Bottas heeft die vleugelschade. En je ziet dat Leclerc al moet inhouden. En dan lijnt Leclerc hem hier goed op. En die zou je dan de binnenkant moeten pakken. Ja, doet hij ook gewoon direct. Want hij weet ook dat Bottas vleugelschade heeft. En dan gaan we terug naar de voorkant van het veld. Nou ja, Vettel is de voorkant. Ik ben degene die nog tweede ligt. En ik heb nu Hamilton op mijn staart zitten. En ja, Hamilton die gaat waarschijnlijk zo snel mogelijk een aanval doen. Daar komt hij al aan zelfs. En dan probeer ik Hamilton hier te blokken en een beetje te verdedigen. Aan de binnenkant lukt dan ook. En dan komt Leclerc opeens diep en laat inremmen. En die gaat hier Hamilton voorbij op de exit. Dus we veroorzaken van alles en nog wat. Trouwens, Vettel was ook gestapt. We leiden de race gewoon op dit moment. Maar nu Leclerc hier er eindelijk voor zet, denk ik van ik laat Leclerc wel voorbij. En ga dan de Mercedes ophouden. Dan gaat Ferrari helemaal van me houden. Maar ja, dan doe ik dat en dan verlies ik zelf de grip. En dan gaan Hamilton en Bottas mij gelijk voorbij. En dan zit Lance Stroll opeens kort achter me. Dat is mijn rivaal. We gaan aan het einde van dit rondje gaan we pitten volgens mij. Terwijl Lance Stroll nu ook gewoon een aanval gaat wagen. Samen met Vettel gaat het hier drie wijd worden op het rechte stuk. Dat lijkt wel. Stroll die raakt mij. Remt die laat in. En let op, dan ondersturen we tegen Lance Stroll aan. En die tikken we in de ronde. Ja, hier dacht ik, shit. Hier kan ik misschien wel straf voor krijgen. Er komt ook gelijk een virtual safety car. En wij hebben gewoon onze rivaal daar heel langzaam, maar toch in de ronde getikt. Hij kan wel verder, maar... ja, wie zit hier fout? Dan zullen we toch echt nog een keer de herhaling moeten kijken. Nou, je ziet dat het hier drie wijd gaat worden op dat rechte stuk. Stroll is een beetje aan het pingpongen tussen Vettel en mij. Ja, hij mag op zich wel een keer insturen, Stroll, dat klopt. Ja, ik zat er nog met een stuk voorvleugel. Ik zat er natuurlijk niet helemaal naast. Dus het lijkt er toch op dat dit mijn fout is. En dat kun je zeker zien als je kijkt naar de onboard van Lance Stroll zometeen. Volgens mij komt dat nu zo meteen. Nee, dit is volgens mij nog het tv-beeld. Hier kun je het eigenlijk ook al zien. Ja, ik zit er niet naast en tik Stroll dus gewoon rond. Ja, die staat er te spinnen met zijn banden. Moet dan inhouden, want er komt een Red Bull langs. Zijn auto goes zelfs. Ja, en dit was de run die Stroll dus had. Stroll die zat dus gewoon in het midden van dit gevecht. Wil je aan de ene kant mij voorbij, krijg je aan de andere kant gewoon Vettel naast zich zitten. Ja, ik zit al helemaal rechts. Ik kan ook geen kant op. Maar ja, ik had misschien nog eerder moeten remmen, want uiteindelijk ben ik wel degene die daar aan de binnenkant zit. En hem dus op zijn achterwiel raak. Ik krijg gek genoeg geen straf, daar hebben we mazzel mee. Virtual safety cars er nog steeds. Dus wij gaan gelijk een pitstop maken, Leclerc deed het ook. Alleen halverwege mijn pitstop gaat de virtual safety car weg, dus we zullen er niet heel veel mee opschieten. Want je hoort ze daar alweer met volle snelheid voorbij komen, daar zie je ze ook. En vallen terug naar P12. Maar ja, we kunnen nu wel de race gewoon uitrijden. En er zijn nog rijders die dus naar binnen moeten. Komen in clean air terecht. Voor Devin Butler. En nu moeten we gewoon trappen. En uiteindelijk gaan dus nog heel veel coureurs een stop maken. We liggen nu alweer op P8 in rondje nummer 20. We hebben dan Verstappen achter ons zitten die zijn tweede stop heeft gemaakt. Nou ja, Verstappen staat op de snellere band. Wij hebben de harde band. En besluiten Verstappen dan ook niet echt lastig te vallen. Het is natuurlijk Hockenheim, hè? Veel Nederlanders hier. Dus het is voor Verstappen een soort thuisrace. En voor mij ook. Dus we besluiten hier niet om te vechten met Verstappen. Puur omdat onze banden er dan aangaan. En ja, hij toch op die snellere band staat. We gaan hem nooit de hele race achter ons houden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ja, we laten hem er gewoon langs. Maar goed, een rondje later komt zijn teamgenoot de pit uit. Ja, die gaan we dan wel weer aanvallen natuurlijk. Want met Gasly heb ik niet veel te schaften. En die staat ook nog eens... Ja, die staat ook op nieuwe mediumbanden, daar niet van. Maar misschien kunnen we Gasly een beetje irriteren. Om nog iets spektakel te
te krijgen in deze Career Mode aflevering. Nou ja, we hebben wel de DRS, maar Gasly heeft ook de DRS op Max Verstappen. En die kunnen we dus niet pakken. En dan zitten we in rondje 34. Heeft ook Raikkonen nog een keer gestopt. Die zitten iets minder dan een seconde achter me. Het is maar goed dat de race af is na deze ronde, want Raikkonen kwam wel dichterbij. Hij heeft me weliswaar gepakt in de kwalificatie, maar het lijkt erop dat we hem terug gaan pakken in de race. Door een hele slimme eenstopper te doen, waar de AI niet zo slim is en een tweestopper doet voor het grootste gedeelte. We lijken hier dus 7 en 8 te gaan worden, tenzij Raikkonen hier nog wat gaat proberen of ik een fout maak. Maar ja, dat zou niet mogen gebeuren. We gaan hier de laatste bocht in. Ja, en dan zijn we toch ontzettend tevreden met die P7. Helemaal teruggeknokt van P15 voor onze teamgenoot. Prima. Good job, you did really well. Super driving. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Ja, de uitslag van de race. Hamilton eerste, Leclerc tweede, Verstappen derde. Goed voor de Nederlandse fans in Duitsland. Misschien maar goed dat ik hem er langs heb gelaten, anders had hij dat niet gered naar Gasly toe. Bottas met zijn vleugelschade vijfde. Perez, ja, toch erg sterk. Te sterk eigenlijk in de Racing Point. Ja, wij zevende en achtste. Misschien ook wel wat te sterk op dit moment. Maar ja, teams gaan zich nu zo ver ontwikkelen. We gaan allemaal zien wat de komende carrièreafleveringen gaat brengen. Er gaat nog veel gebeuren. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, ondanks dat ik het nog niet heb opgenomen. En wij zijn in ieder geval dus resource points aan het sparen. We hebben de 1100. En in Hongarije is deze in ieder geval klaar. En dat betekent dat we 3 motor upgrades kunnen gaan doen. En we willen die punten in één keer besteden voor Spa in België en Monza Italië. Want daar zijn hele lange rechte stukken. En als we dan in één keer 3 motor upgrades kunnen loslaten daar... Ja, daar gaan we heel veel profijt van hebben, dat weet ik eigenlijk zeker. Dus ik spaar nu even resource points. En dan was dit de carrièreaflevering van deze keer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Aanstaande dinsdag, jongens, helaas geen carrière. Ik sla hem 1 keer over en heeft te maken dat het gewoon 40 graden is. Dat is gewoon niet normaal. Het is bij mij thuis ontzettend warm. En dan ga ik echt niet racen, daar heb ik echt geen zin in. Ik heb geen airco of iets dergelijks. Dus dinsdag even een andere video. Volgende week vrijdag is de carrière terug met Hongarije. Is misschien ook wel leuk, loopt dan gelijk met... de Hongarije race van de echte Formule 1, want die is volgende week zondag. En aanstaande zondag is natuurlijk Hockenheim in het echt. Dus we gaan allemaal zien wat Max ervan bakt. In ieder geval, dit was de carrièreaflevering. Like als je de aflevering tof vond. Abonneer als je nieuw bent. En laat even een reactie achter. En tot de volgende aflevering.